In het Jeroen Bos ziekenhuis werken ruim 4000 medewerkers. Een organisatie die meer dan 50 medewerkers in dienst heeft, is verplicht om een ondernemingsraad te hebben. De ondernemingsraad, afgekort de OR, is een gekozen vertegenwoordiging van alle werknemers en behartigt de belangen van het personeel binnen het Jeroen Bos ziekenhuis. Wilma is 6 jaar lid van de ondernemingsraad. Naast haar werkzaamheden voor de OR werkt zij als verpleegkundige op de dialyseafdeling. De OR is een vorm van medezeggenschap waarbij wij de belangen van de medewerkers behartigen. Wij toetsen de vraagstukken die bij ons langskomen, toetsen wij aan de wet en regelgeving. Dat kan zijn een CAO, dat kan zijn gewoon SEC de wet, maar ook de regels die binnen ons Jeroen Bos ziekenhuis gelden. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur, waarbij wij proberen zoveel mogelijk balans tussen het werkgeversbelang en het werknemersbelang te behartigen. Ik sta graag midden in de organisatie en door het lidmaatschap van de ondernemingsraad wil ik graag iets betekenen voor mijn collega's. De ondernemingsraad is er niet voor de algemene individuele problemen, maar juist het organisatiebelang. Dus wij pakken collectieve onderwerpen aan en proberen op die manier invloed uit te oefenen in het beleid van deze organisatie. Nou, je kunt daarbij denken aan veiligheid van medewerkers. Dat staat bij ons, dat is een van de speerpunten waar wij mee bezig zijn. Maar je kunt er ook aan denken dat wij proberen de betrokkenheid van medewerkers op hun eigen afdeling bij het vormen van beleid, dat wij dat proberen te stimuleren. Eens in de 6 weken vindt er overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. Voordat de Raad van Bestuur een besluit neemt over onderwerpen die onder de bevoegdheden van de OR vallen, wordt de OR om zijn mening gevraagd. De toegevoegde waarde van de OR vind ik toch dat zij voor ons een belangrijke adviespartij zijn. Die ons scherp houden bij in het nemen van besluiten en met name de consequenties voor het personeel en de organisatie. Want dat komt de kwaliteit van je besluitvorming alleen maar ten goede. Zo'n onderwerp als medewerkersparticipatie. We hebben samen met de OR hebben we ook echt gekeken naar in het licht ook van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, wat we elke 2 jaar doen. Maar wat zijn nou de thema's die daarin belangrijk zijn? En zo'n onderwerp als medewerkersparticipatie, dat vindt de OR heel erg van belang, maar wij ook. Nou, en de OR heeft dat thema ook zich wel echt eigen gemaakt en draagt dat ook heel actief uit in de afdelingen. Daar ben ik heel positief over. Het is een prettige gesprekspartner. De bevoegdheden van de OR zijn globaal onder te verdelen in het overlegrecht, het initiatiefrecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht. Wij komen iedere dinsdagmiddag bij elkaar, hebben OR-overleg. En gemiddeld besteden wij zo'n 6 uur per week ieder aan OR-werkzaamheden. En OR-werk is ook werk, dus mijn baas, onze afdeling, krijgt daarvoor gecompenseerd. Ik ben 6 jaar geleden in de OR gestapt, voor een deel eigenlijk ook voor mijn eigen nieuwsgierigheid. Ik vond het leek mij heel erg interessant om meer een breder onderdeel te zijn van de hele organisatie. Ik loop al zoveel jaar in het ziekenhuis rond. En om in die zin mijn horizon en bijna letterlijk en figuurlijk te verbreden. En mijn verwachtingen zijn wat dat betreft dubbel en dwars uitgekomen. Ik ben met zoveel verschillende lagen binnen de organisatie in aanraking gekomen. Ik heb zoveel nieuwe mensen leren kennen en heb daar heel veel van mogen leren. Dus dat maakt het voor mij in ieder geval het hele OR-werk erg boeiend. Ik vind het belangrijk dat de mening van de medewerkers gehoor krijgt. Kortom, in feite het overbruggen van de afstand tussen top en werkvloer. En daar wil ik me met de OR hard voor maken.